maandag 6 februari. En ik kom net van het Saxion vandaan. Ik heb daar een presentatie gegeven over mijn evenement. Dat was voor de tweedejaars studenten van de HTRO-opleiding. Zij volgen dit semester het vak evenementenmanagement. En dan moeten ze dus een evenement gaan organiseren. En ik heb mijn evenement gepresenteerd. Kunnen ze zich daarvoor opgeven? En dan kunnen ze mij komen helpen met de uitvoering. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik hoop dat er studenten zijn die er enthousiast van zijn geworden. En die zich opgeven voor mijn evenement om mij te komen helpen. Eigenlijk is het dan ook gelijk mijn eerste stage dag, de dag dat ik echt ga beginnen met de organisatie van het evenement. Ik heb natuurlijk al wel heel veel gedaan voor dit project, maar vanaf vandaag ga ik echt voltijd ermee bezig. Ik ben nu aan het lopen naar Kamp Kuiper. Die hebben een werkplek voor mij, dus daar ga ik lekker aan de slag. En ja, dan laat ik jullie zo meteen zien waar ik precies zit en wat ik allemaal ga doen. Nou jongens, dit is het dan. Mijn eigen werkplek. Ik heb gewoon mijn eigen kantoor. Dus het is een beetje een rommeltje. Ze zijn in een hele drukke periode nu met de carnaval. Dus het is ook een beetje, wordt het gebruikt als opslagplaats. Dus dit is mijn bureautje. Ik heb mijn laptopje. Ik heb gewoon internet hier. En ja, ik kan gebruik maken van de telefoon. Mooie ouderwetse telefoon. En ik kan hier gewoon lekker aan de slag. En mensen bellen, dingetjes doen. Ja, ik heb gewoon mijn eigen kantoor. Ik vind het echt heel cool. Zo, ik ben nu al eventjes bezig. Het is nu 2:30, dus tijd voor een kleine break. Ik heb net eigenlijk een sponsorlijst samengesteld. Dit zijn allemaal bedrijven hier in Tilbergen en omstreken. Hierbij kan je denken aan winkels, restaurants, hotels, maar ook scholen. En die ga ik allemaal benaderen om te vragen of ze willen sponsoren. En die bedrijven ga ik dan dus benaderen. Ik ga ze gewoon een opzetje sturen met wat het evenement inhoudt. Waarom ik een hulp nodig heb en wat wij als tegenprestatie dan zullen doen. Dus het leek mij wel handig als we dat dan eerst even kunnen lezen. Ik heb ook een collage gemaakt. Dat is gewoon een kleine sfeerimpressie van wat het evenement moet gaan inhouden. En ja, daarbij dus nog een uitleg van wat er allemaal precies gedaan wordt. Dus die ga ik eerst even allemaal mailen. Dan ga ik ze volgende week ga ik ze bellen om toch persoonlijk contact met ze te krijgen. Ik verwacht niet dat ik veel reacties zal krijgen op die e-mail. Maar als ze het dan toch al gezien hebben en ik zoek daarna persoonlijk contact, denk ik dat het iets beter werkt. Zo, ik ben weer klaar voor vandaag. Ik sta te wachten op de bus, bij de bushalte. Dus ik ga weer richting Amersfoort. Ik heb best veel kunnen doen vandaag. Het was wel een productieve dag. Morgen ga ik lekker thuis werken. Ga ik verder met de sponsoren zoeken. En woensdag ben ik weer hier in het mooie Twente. En dan heb ik om 9:00 ochtends een vergadering. Samen met het bestuur van het Hof van Tilbergen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Zo, goedemorgen allemaal. Het is vandaag 7 februari. Dinsdag is het. En dit is dus eigenlijk dan de tweede dag dat ik echt bezig ben met mijn project. Voltijd. Vandaag werk ik een dagje thuis. Dus ik ben nu gewoon lekker in Amersfoort in mijn studentenkamertje. Ik heb me een beetje geïnstalleerd hier. Dit is dan eigenlijk mijn werkplekje. Gewoon op mijn laptopje, aan mijn tafeltje, koffie bij de hand.
En hier kan ik lekker werken. Gisteren had ik dus die presentatie gehouden voor die tweedejaarsstudenten. En daar moest ik nog een formulier voor invullen, zodat zij die studenten ook een beter beeld hebben van wat het dan inhoudt. En ja, iets meer details krijgen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb nog even gekeken naar mijn kostenbegroting. Maar die blijft op dit moment nog elke keer een beetje veranderen, omdat het nog niet helemaal vast staat allemaal. Dus ik dacht, ik leg dat gewoon nu even aan de kant, want morgen is het weer anders. Dus nou ja, daar hou ik nu even mee op. Ik ga zo meteen mijn eerste vlogvideo opnemen. En die wil ik ook online gaan zetten vandaag. Dit wordt een video waarin ik mijn verhaal vertel. Die moet ik dan dus ook gaan editen en online gaan zetten. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe ik dat überhaupt moet doen en of me dat gaat lukken. Dus dat ga ik zo doen. Ja, op zich, via Google is er natuurlijk wel genoeg te vinden. Dus ik denk dat ik er wel uit moet komen. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn en dan gaat het de volgende keer alleen maar gemakkelijker natuurlijk. Oh, ik ben best wel lang bezig geweest. Ik heb een video opgenomen, mijn introductiefilmpje zeg maar. En ik heb hem geëdit, ik ben er allemaal uitgekomen met behulp van YouTube en Google. Het is gewoon even uitvogelen de eerste keer natuurlijk, maar het is gelukt. Hier een kleine preview ervan. Kijk, ik heb mijn logo erin gezet. Hoi allemaal, welkom bij mijn allereerste vlog. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Nou, dat dus. Ja, ik vind het echt heel spannend, want nu gaat iedereen die ik ken, die gaat deze video zien. Of in ieder geval, dan hoop ik dat ze in ieder geval de moeite nemen om hem te bekijken. En ik leg eigenlijk mijn idee gewoon helemaal bloot. En het is iets wat ik zelf heb bedacht, wat nog niet bestaat. En ik ben gewoon echt heel erg benieuwd naar de reacties. Dus ja, we gaan het meemaken. Ik ga het even uitvogelen en dan komt hij zo meteen online. Wel een merk met zo'n video, zegt Oda aan alle vloggers, is dat je heel veel geduld moet hebben. Echt, het editen is echt monnikenwerk. Daarna moet hij opslaan. Nou, dat heeft volgens mij 3 kwartier geduurd. Terwijl mijn video die duurt 12 minuten of zo. 3 kwartier geduurd. En nu wil ik hem dan uploaden op YouTube. Weer zo'n balk te zien. Met de procenten die echt moeilijk langzaam gaat. Dus geduld, geduld, geduld. Oké, het is al best wel laat. Het is 11 uur geweest al in de avond. Ik ben weg geweest, maar de video was nog aan het uploaden op YouTube. En dat duurde echt ontzettend lang. Ik heb denk ik 1,5 uur lang zitten wachten. En hij was nog steeds niet klaar. Dus nou ja, toen ben ik maar weggegaan. En heb ik gewoon mijn laptop aan laten staan. En ik kwam net terug en toen was hij geüpload. Dus ik heb hem net gedeeld op Facebook. En ik ben heel benieuwd wat voor reacties ik ga krijgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag 8 februari en ik ben weer onderweg naar Kamp Kuiper. Ik ga vandaag weer daar op locatie aan de slag en ik heb een vergadering als eerst. Eigenlijk om 9 uur, maar ik ben te laat. Er was een wisselstoring, dus dat was een beetje jammer. Ik ben om 7:30 weggegaan. Ik heb de trein genomen om 7:30, dus eigenlijk al van om 7:15 van huis. En het is nu bijna 9:45 en ik ben er nog steeds niet, dus ik ben ook al gewoon 3 kwartier te laat.
Het is wel grappig, want in Amersfoort is het helemaal niet zo. Maar hier is alles wit. Het is ook super koud. En het heeft hier gesneeuwd. Ik ga maar even snel door. En beginnen met de vergadering. Ik hoop dat ze nog even tijd voor me hebben. En niet allemaal afspraken erachteraan hebben gepland. Maar dat gaan we zo zien. Hi. Een beetje laat. Jullie waren al begonnen, hè? Ja, dan ben ik klaar. Moest jullie nog even introduceren aan mijn vlog. Dit is Jos van Beem. Hij is van het Hof van Tebergen. En Filip Kamp-Kuiber. Hoi. En die helpen mij veel met voorbereidingen voor het Film Food Fest. Dus laten we maar snel beginnen. Ik ben weer onderweg naar de bushalte. De tijd ging echt super snel vandaag. Ik ben echt vanaf 11 uur ongeveer tot net 4:30 non-stop bezig geweest achter mijn laptop. En ik ben er echt gewoon nog lang niet. Dus ik moet gewoon echt nog heel veel doen. En ja, de tijd ging zo snel. Echt bizar. Ik had niet gedacht dat, dat het zo zou gaan. Want ik ben niet echt het type om op kantoor te zitten of zo. Ik word snel onrustig daarvan. Maar nu vloog de tijd echt voorbij. Hoi allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik werk vandaag thuis. Gewoon lekker in de Amersfoort. Ik ga nog even afmaken waar ik gisteren mee bezig was. Dus dat was die scenario schetsen. Best scenario, middels case scenario en worst case scenario. Ik ga die nog even controleren of ik het goed heb gedaan gisteren. Zo, ik ben alweer eventjes bezig. En wat ik wel even leuk vind om te laten zien, is dat het... ik heb van de week dus Facebookpagina aangemaakt voor het Film Food Fest. En ik heb ook mijn eerste vlog online gezet. Dat ik de Facebookpagina heb aangemaakt, dat was maandag. Dus dat is nu 3 dagen geleden. En ik zal het even laten zien. Ik heb tot nu toe 45 likes. Dus daar ben ik wel echt super blij mee. En ik heb dus dinsdag mijn eerste vlog online gezet. Dat is dus 2 dagen geleden. En hier staat dat het al 881 personen bereikt heeft. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dat betekent dat dus 881 personen dit bericht voorbij hebben zien komen. Dat is echt super veel. Ik heb best wel wat reacties erop gehad. Waar ik echt heel erg blij mee ben. En als ik naar YouTube ga, dan kan ik hier zien dat het al 97 keer bekeken is. Is in 2 dagen tijd al bijna 100 keer bekeken. Dus dat vind ik wel echt super tof. Ook wel heel spannend natuurlijk. Dat betekent dat gewoon bijna 100 mensen gewoon mijn verhaal hebben aangehoord. En mij hebben gezien. Dus ik vind dat toch wel bijzonder. Ja, ik heb best wel veel reacties ook erop gehad. Alleen maar positieve reacties gelukkig. En ik heb ook heel veel tips gehad. Ik heb tips gehad over het vloggen zelf, maar ook over mijn concept. Het blijkt dat ik nog best wel wat mensen in mijn netwerk heb die mij hierbij kunnen helpen. Die mij kunnen helpen aan sponsoren, heb ik een paar tips voor gehad. En die mij ook gewoon willen helpen met de uitvoer, wat natuurlijk super tof is. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dankjewel allemaal. Ja, dinsdag komt dan weer een nieuwe vlog online. En dan zien jullie gewoon wat ik deze week allemaal gedaan heb. Het zal nu nog niet heel spannend zijn om te zien. Omdat ik natuurlijk net ben begonnen. En nog heel veel achter de computer zit om dingen uit te werken. Maar daar komt sowieso verandering in. Dus alsjeblieft blijf kijken. Like de Film Food Fest Facebookpagina. Abonneer op YouTube. En blijf mijn vlogs kijken.